dat is mooi lang haar. Dat heeft wel een poos geduurd om het zo lang te krijgen. Maar hoe snel groeit haar eigenlijk? Daar zou je onderzoek naar moeten doen. Welkom bij de KGT 1 1.4 Biocast over onderzoek doen. Waarin je gaat leren om een eenvoudig natuurwetenschappelijk onderzoek op te zetten. En daar zijn twee smaken van, beschrijvend en experimenteel. Je moet ook kunnen een eenvoudig wetenschappelijk onderzoek uit te kunnen voeren, ook weer van beide soorten. En tenslotte moet je ook nog een verslag kunnen maken daarvan. En als voorbeeld van zo'n onderzoek gaan we kijken naar de halsbandparkieten. Halsbandparkieten komen in het westen van Nederland voor. Maar hoeveel eigenlijk? Daar is een onderzoek voor nodig. Dus zul je een werkwijze moeten hebben. Stap voor stap aangegeven wat je gaat doen. Bijvoorbeeld een plattegrond maken van alle slaapplekken. Dan mensen gaan zoeken die op die slaapplekken de halsbandparkieten willen gaan tellen. Dan moet je een datum afspreken. De mensen verdelen. En die mensen laat je tellen. En de aantallen noteren. Dus heb je een aantal materiaal nodig. Hier zie je een voorbeeld van materiaal. De kaart. Een schrijfblok, een verrekijker en een pen. En als die mensen dat gedaan hebben en je gaat de gegevens, ze hebben de gegevens genoteerd, heb je resultaten. Een tabel. Maar die was niet zo handig. Dus je gaat een grafiek maken. En het gaat over de aantallen halsbandparkieten. Dus welke soort grafiek gebruik je? Juist, een staafdiagram. En dan zie je dat in Den Haag het grootste aantal is, gevolgd door Amsterdam en zo verder. Natuurlijk kun je ook zeggen waar het grootste gedeelte van de populatie zit. Dan maak je een cirkeldiagram. En ook daar zie je dat Amsterdam en Den Haag, eigenlijk andersom, Den Haag en Amsterdam, het hoogste percentage hebben. Dit is een beschrijvend onderzoek. Je gaat het aantal tellen. En is ook een experimenteel onderzoek. Daar doe je een experiment. Je wilt bijvoorbeeld weten hoe bloemen het langste goed blijven. Of dat is in een vaas met water of eentje zonder water. Je doet dus een proefje. En je hebt er twee dingen. Je mag maar één ding variëren. En dat zijn hier, is dat het water. Dat is er bij de een wel en bij de ander niet. Voor de rest is de vaas hetzelfde. Zijn de planten, de bloemen waar je het mee probeert, hetzelfde. Hetzelfde kun je doen. Kijken wat de invloed is van zout in het water op tulpen in dit geval. Je hebt drie tulpen met alleen water. En drie tulpen met water met zout. En dan kun je kijken wat er gebeurt. Daar kun je iets aan meten. Dit is een experimenteel onderzoek. Zo'n onderzoek begint met een onderzoeksvraag. Je wilde iets weten. De hoeveelheid halsbandparkieten. Dan ga je een proef bedenken. Een onderzoek. En daaruit krijg je resultaten. En op basis van je onderzoek en je resultaten kun je een conclusie trekken. En de conclusie is het antwoord op je onderzoeksvraag. Natuurlijk moet je daar bij een experimenteel onderzoek ook nog vertellen of je verwachting klopte. Dan is er ook nog bij de extra lifelines. En lifelines is een langjarig onderzoek dat jarenlang doorgaat over grote groepen mensen. En de bedoeling is om te kijken hoe het komt dat de een wel suikerziekte krijgt en de ander niet. De een wel astma krijgt en de ander niet. En daar volg je mensen van verschillende leeftijdsklassen over hele lange tijd. En dan wordt er gekeken naar de factoren die ziektes kunnen beïnvloeden. En daarbij kun je denken aan het DNA, de erfelijke informatie, de omgeving, daar waar je woont, heb je schone lucht, veel lawaai, weinig lawaai,
en je leefstijl. Rook je, drink je, eet je veel. En dat geeft inzicht in de factoren die ervoor kunnen zorgen dat mensen ziek worden. En met Lifelines zijn we aan het einde gekomen van de KGT 1.4 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.